So this is here I will go up. Yes, this is correct. We zijn op reis. We gaan naar Brazilië. Als het allemaal goed komt. Maar het is een groot boot. Ik kan het hebben. Daarnaast hebben we die oranje noodboten. Dus kunnen we daar net dus zelfs lekker. Oké, ik ben maar geen expert misschien in oceometeorologie of het weer van de zee, maar dit ziet eruit als een storm, een aankomende storm. Oké. Het is vrijdagmiddag, 12:30. Ik heb net gegeten, of geprobeerd te eten. Ja, en net ging ik eten, ik dacht al, oh, ik moet wel oppassen met wat ik ga eten, want ik moet rustig houden. Het ging redelijk goed, totdat ik eigenlijk klaar was met eten. En ik zat te praten met de kapitein en een medepassagier. Heb ik alles weer terug in mijn zoekkommetje ging. Gelukkig net tot de ramp. Ik hoop dat mijn buik een beetje gewend raakt. De golven op en neer nogal erg veel maken. Anyway, we gaan het zien. Zo, het is 6 februari, zaterdag, ongeveer 3:30. Ik ben nu zo 8 dagen onderweg en het bevalt goed. Aan de ene kant vind ik het erg leuk, ik vind het prachtig om de zee te zien. Ik ben blij dat het steeds warmer wordt en krijg ook steeds meer zin in Brazilië. Aan de andere kant heb ik de afgelopen dagen wel lastig gevonden om mijn dagen naar vervulling in te vullen. Simpelweg omdat ik bijna niks aan plezierspullen heb meegenomen. Geen boeken, geen computerspelletjes. Andere dingen. En ook bewust omdat ik juist even wilde afkicken, bij wijze van spreken, van die informatieflow. Het zou het wel helpen, denk ik, als ik leukere momenten had tussendoor waar je dan van energie van krijgt, zoals het eten, wat toch wel saai is. Of ander contact met andere mensen, zodat je daarna met werk aan de gang gaat. Maar zo be it. Verder gaat dan goed. Ela é meu treino de futebol, ela é meu domingo de sol, ela é meu esquema.
Prachtig, zo varen we door de Kaap Verdische eilanden heen. Zijder Santos, Brazilië. Het heeft 14 of 13 dagen uiteindelijk geduurd van de haven naar hier. En het was een heel bijzondere ervaring en ik ben heel blij dat ik deze ervaring heb meegemaakt. Het was niet altijd makkelijk, omdat als passagier ben je echt op jezelf aangewezen. En de dingen die ik kon doen, die waren meer ontspannend. Schilderen, lezen, terwijl er zoveel mensen om me heen zo hard aan het werken waren, dus waardoor ik het moeilijk vond om me echt te ontspannen. Toch was het absoluut waard, omdat ik hierdoor door deze reis nu veel beter idee heb en gevoel heb zelfs bij hoe al deze containers over de wereld worden verscheept. En die containers, dat is echt een heel bepalende factor in ons leven als je over nadenkt. Want bijna alle spullen die jullie nu om je heen zien of aan hebben zelfs, of soms eten, drinken, die worden met dit soort containers vervoerd. Dus het is heel bijzonder, vind ik, om mee te hebben gekregen hoe dat in zijn werk gaat. En naast dat idee vind ik het ook erg belangrijk dat ik heb meegekregen hoe moeilijk het soms al is voor de mensen die hier op zee werken om dat te doen. Omdat ze vaak, de Filipijnen hebben bijvoorbeeld 9 maanden contracten, waarbij ze bijna constant aan zee zitten, echt hard moeten werken, vaak minstens 12 uur per dag. En daarnaast weinig vermaak of zo om zich heen hebben. En dat vooral doen om geld te kunnen sturen naar de ouders of naar familie. Terwijl de Duitse of andere passagiers vaak meer verdienen dan zij voor hetzelfde werk. En een derde les die ik heb meegekregen is dan ook die ongelijkheid nog steeds. Dat je hier op dit eiland eigenlijk, op dit varende eiland, dit schip, kon zien hoe ongelijk toch wel nog vanuit de achtergrond de arbeidsvoorwaarden waren voor de Filipijnen en de Duitse en Poolse werknemers. En dat dit zo was, dat verbaasde me niks, dat wist ik in de wereld. Maar hier op zo'n schip zie je het echt aan de levende lijve. De mensen die eten om dezelfde tijd, maar in aparte kamers en ander voedsel. Ze doen hetzelfde werk, maar de ene krijgt er meer voor betaald, de andere minder. En de een moet langer werken dan de ander. En dat is gewoon een kwestie van tijd voordat dat gaat veranderen. Je ziet nu al dat de grootste vrachtschepen niet meer, steeds minder Europees zijn, maar steeds meer Aziatisch. En dat steeds meer Filipijnen het gelukkig ook schoppen tot officier. Dus dat is echt een kwestie van tijd voordat dat zich rechter gaat trekken. En wie weet wie dan meer betaald gaat krijgen. Nou, al met al heeft deze reis me denk ik ook goed voorbereid, mentaal, op Brazilië. Al nu ik er ben, nu ik het ruik, nu ik er sta, is het toch heel anders dan, veel levendiger, veel echter dan ik had voorgesteld. Zoals ik zei, je merkt het aan alles. Aan warmte, aan de geur, ja, onmiskenbaar Brazilië.